Ik ben Pauline. En ik ben Randy. Ik geef taekwondo. En ik ben theatermaker. Wij zijn allebei coach. Op het gebied van sport. En cultuur. Dat betekent dat we niet alleen in de wijk te vinden zijn, maar ook op school. Met mijn vakkennis kan ik, in samenwerking met de coördinator van de brede school, een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van cultuureducatie in de klas. Ik werk hierbij vanuit de behoeften van de school en ik kan daarin adviseren. Het is belangrijk dat er binnen de school het draagvlak is. We creëren dat door de doelstelling van het onderwijs te koppelen aan de activiteiten die de coaches aanbieden. Ik heb veelvuldig contact met de coaches uit de wijk en samen werken we aan een doorgaande lijn. We werken volgens de opzet van de methode Vreedzaam, waarbij bijvoorbeeld de sociale veiligheid een belangrijke rol laat spelen. Op school laat ik kinderen, maar ook leerkrachten, kennis maken met iets nieuws. In de les vertel ik dat taekwondo niet alleen een verdedigingssport is, maar dat het ook te maken heeft met het omgaan met angsten en zelfvertrouwen. Daar profiteren ze op school ook van. Door het enthousiasme en de kennis te vergroten voor de kinderen is het makkelijker om de overstap te maken van school naar sportclub. Of theater natuurlijk. Ze zijn creatief, nieuwsgierig, hebben plezier, leren over respect en leren samen te werken. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor hun toekomst. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van hun mogelijkheden en talenten. Zowel fysiek als geestelijk. En dat vind ik het mooiste. Hoe je kinderen ziet groeien. Het is fijn voor kinderen dat ze buiten school eenzelfde gezicht zien. Dat geldt ook voor de ouders trouwens. Dat geeft vertrouwen. En van een doorgaande lijn creatief en sportief vermogen werken we aan herkenbare principes. Kinderen in beweging krijgen, hun horizon en blik verruimen. Dat is waar we het voor doen. We doen dus alles om de drempel naar creativiteit en sportiviteit zo klein mogelijk te maken. Op school, de vereniging en ook daarbuiten.